ik ben hier met Jieltje Tyler, man. Yo, hey, we zijn hier met z'n twee. Gezellig met Jieltje Tyler, man. High five, bitch. Leuk dat je er bent. Mag je aanraken? Je hebt een zachte trui aan. En wat voor letter staat er op die trui? De N van Nina, Niks naar Kliks. Oh, oh ja. Maar Nina zei net al, dat is de N van Nina. Dan denk ik, okay, Nina is not the only word in the world. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, dit is Jieltje. En Jieltje gaat nu uitleggen wie ze is en waarom ze hier is. Lekker op. Go! Zo naar. Hoezo? Ja, wat moet nou zeggen? Ja, zeg al gewoon wat je wil zeggen. Ja, maar ik ben niet zoveel. Nee, maar je moet... Ga eerst even... Ga je echt de hele tijd zo zitten? Oh, dit is echt heel kut. Dat ga je allemaal nog gewoon inlaten. Ja. Wat gaan we vandaag doen? We gaan... Gaat je doorheen? Je praat dus mijn video, pap. Nee, we gaan vandaag tinderen. We gaan vandaag tinderen. Want Jules kwam naar mij toe. Daarna eigenlijk... Jij belde mij vorige week. Ik zei, Kel, mag ik alsjeblieft een keer tinderen in jouw video? Mag ik alsjeblieft een keer zijn? Ik weet niet, man. Nee, zo ging het niet. Ik wou me gewoon even gebruiken voor views. Toen zei je ja. Dan was je zo dwaas genoeg om ja te zeggen. Oké, je telefoon wordt officieel nu opgenomen. Oké, we zijn officieel op Tinder. Yes! Wil je deze? Oh, die is mooi. Het is een regenboogpaprika. Dat is echt een mooie paprika. Dat is echt... Er zit wel een vies plekje op. Je bent vieze plekjes wel gewend volgens mij, of niet dan? Nee, oké. Oké, we hebben hier Jieltje 19. Met een mooie foto van toen je 14 was. Nou! Het is toch gewoon, een leuke foto voor iemand van 14. En toen zat je nog in de fase dat je voorhoofd altijd afhaalde. Oh, oké. Maar wil je andere foto's? Want je kan ook andere foto's toevoegen. Okay. Jot, ik vind het leuk dat je er bent! Ik vind het ook zo leuk! Views harken! Nee. Dat is wel echt zo. Helemaal niet. Jotje Tieleman, laat even zien wat voor prachtige foto's je van jezelf hebt geplaatst op je profieltje. Waarvan heel mannelijk Nederland straks denkt, nou... Yeah. Dat is een ork. Ja, leg de foto's uit. Waarom heb je gekozen voor deze foto? Omdat die moest van jou, omdat het mijn standaard Instagram foto is. Oké. Okay. Daar heb je gewoon het lichaam. En dit is het vetje. Dit is het vetrolletje. Zodat mensen weten dat je geen pop bent. Omdat je eruit ziet als een poppetje. Ga maar aan de slag. Doe maar! Nee, jij moet! Ja, maar jezus, moet ik uitleggen hoe Tinder werkt? Lieve kijkertjes, leuk dat jullie kijken naar de video waarin ik ga tinderen met Jieltje Tieleman, mijn allerbeste vriendin ooit. Helaas moeten we de gezichtjes van de mannetjes en de vrouwtjes allemaal blurren, anders word ik aangeklaagd. En dat hebben we geen zin in. Nee, dat vinden we niet leuk. Okay. Doe dan! Je bent aan, wat heb je net gedaan? Geswiped. Hé, maar je swiped wel meteen de goede kant op. Je wist waar je heen moest swipen. Jij hebt ooit getinderd. Nee, hier krijg je naast een hartje, dus dat is logisch. Oké, dit is wel waar. Yep. Jamal, 25. Head of... Heb je nog geliked? Nee. Maar want, jawel, rechts is liken. Wow. Je liked dus, als je naar rechts gaat, like je de hele tijd. Flikker op, echt. Ja, maar je zegt net zelf. Oh, rechts staat een hartje, dus dat is logisch. Maar ik swipe naar het kruisje. Nee! Je hebt al die guys gelijk, maar je hebt nog geen match, dus je bent een faalhaas op Tinder. Hey, Lori! Lori, Lori, Lori! We zijn inmiddels een volle 3 minuten aan het tinderen. Jieltje heeft nog geen match, wat betekent... Niemand wil mij! Niemand wil haar! Je hebt geactiveerd, super like. Oh ja, ik zal je uitleggen wat het is. Weet je wat het is? Nee. Als iemand liked op Tinder, dan like je die persoon, maar dan ziet hij niet dat jij hem hebt geliked, toch? Totdat hij ook jou liked. Zo werkt het hele systeem van Tinder. Maar met een super like krijgt die guy dus een melding dat jij hem geliked hebt. Zo van, ik ben Jieltje, ik heb je geliked, like me ook! Wat de fuck kijk je me nou aan alsof ik Chinees praat? Ja, ik voel dat even niet meer, maar ik doe net alsof ik het wel voel. Nee, het is gewoon... Als iemand heel leuk vindt, kun je super liken. Oh! Remco! Remco! Remco heeft jou gesuper liken. Nee, hij had me even moeten liken. Eh? Ja, hij had jou gesuper liken. Hi, yo, Michael! What's good, Michael? Oké. Okay. Mag ik hem super liken? Ja, doe het! Is dat een lekker sterk? Fucking do it! Is dat een sterk? Ja! Sterk. Hey, maar nee, hij had gesuper liken! Let eens op! Let even op! Hij heeft je gesuper liked. Marcus van 19, jouw leeftijd. Hij heeft een hond. Like the motherfucker. Go! Okay. Hij zit in het leger! Dan moet je niet op Tinder zitten. Hij vecht voor ons land! You gotta respect Marcus. Ja, oké. Okay. Ja, maar... Je hoeft niks met tegenzin te doen, maar dit moet eigenlijk wel. Oh, valt me wel op dat jij voornamelijk mannen van 25 liked. Misschien is dat gewoon het level dat mensen echt worden. Met andere woorden, Kelvin, je bent fucking lelijk. Tot je 25 bent. Toch? Arthur, Nick, Maxime, van... Kijk eens wat ik kan doen. Je mag super like! Hell no! Nee, je zei dat zijn laatste. Dat is erg, want er lachen nu iemand uit. Maar hij ziet er gewoon echt een beetje grappig uit. 25. Oeh! 29. Of worden we echt 10 jaar ouder, zeg maar. Maar hij lijkt niet 10 jaar ouder. Jawel. Ik ken heel veel mannen en deze man lijkt echt 29.
Dat was het codewoord voor schiet even op! Je loopt iedereen. Behalve al mannen van 25. Oh, hoor je dat ook? Dat is het signaal dat ik aan de beurt ben op jouw telefoon. Oh, hell no. Ja hoor! Nou, schiet me. Jutte Tilleman! You got a match! You got the first match ever! Maar zullen we... dit is nader. Hier kunnen we die perfecte woordgrap maken. Oké, doe maar. Moet je wel een zin maken eerst voordat je het stuurt? Ja, nee, ik typ altijd in verschillende dingen, maar... Oh, dat is heel vervelend. Maar na de inzien heb ik je gelijk. Hihi. Als het rechts is, is het oké, als het links is. Ja, precies. Maar je weet gewoon dat als je een foto plaatst met twee mensen, dat jij sowieso de lelijke... Ja. Oh, nader! Oh! Nader is in de house. Hij zegt, goed. Hier, oké, maar hoe triest is het? Oh ja, dat kan je ook doen. Je kan iets. Hey! Hearts everywhere. Hoe kut is het dat je een naam hebt waarmee je perfecte woordgrap kan maken en dat je een andere taal spreekt? Dat is het enige Nederlandse woord dat hij waarschijnlijk kent. Hello, my friend. I speak English. Adele! Oh! Hij snapt hem. You can call me Jultje. Ben jij deze? Ga je deze zetten? Oké, is goed, mag. Ik hoop dat hij gelijk afknapt. Ik was aan de beurt. Waarom heb je tangels van je telefoon afblijven? Zo. Ja, dan ben ik boos. More difficult to pronounce, but okay. Hij okt me. But hey, Neder. Hallo, I'm Neder. I live in Malta. Oké, ik weet een fucking vette joke. I'm Jultje. I live in... Nederland! Comedy! Look at my damn. Ik kan echt niet. Je deed het wel. Ja. Hoe kan je zo... Dat weet ik niet. Dat is een soort van... Nu gaat het tegen je gebeuren. Ik doe dat maar. Nee, ik blijf je niet uitlaten. Dus wel... I live in Nederland. Stop me niet. Nice to meet you. Ah, yes, you are welcome. Kijk, hij vindt je grappig. Yes. Yes. Ah, it's nice land you got there. So what do you do? Ja, nou mag je het hem uitleggen, godverdomme. Je kon het niet aan het begin van mijn video. Sorry. I like fish. Nee. Zijn we dat zo? Fishing? Je weet gewoon hoe je fishing schrijft. Ja, doe jij het dan? We gaan met een H en een I. Ja! Nee, je had het maar! Doe de focus nou eens een keer, man. Helaas zit ik opgescheept met een dude in een vrouwenlichaam die schijnbaar niet matches kan. Nee, oké. Ik wil deze. Ik wil hem. Sorry, ik zweet hem. Ik ga mijn zweet nu even aan jouw schouder afvegen. Ja! Heb je match? Ja! Lekker! Ja! I want it for Christmas. Oké. Okay. Meteen hyped. Wie is dit dan? Noah? Hi, Noah. Noah lijkt 14. Nu ziet ze meer foto's. Ah ja, hier is die knop toch. Dit is een goede foto, ja. Dit is een Tumblr-waardige foto. Ja. Yeah. Je beste openingszin, go! Oh, ik heb een super like van deze guy. Ja, doe even. Ik bedoel, hij is kalend. Hij wordt een beetje kaal. Hey! You like twerking? I like big... Patsen. Waarom laten deze papies niet allemaal niet terug? Ja, omdat je begint met hi, you like twerking. Ja, dat is toch vet? Dat je denkt, nou, deze chick, dit is hem. Oké, nou, het gaat hartstikke goed. We hebben vier gesprekken waarvan één daadwerkelijk reageerde ooit, maar nu niet meer. Ja. Ja hoor! Netjes. You got another match. Kijk, dit gebeurt dus als je mij aan het roer laat. Dit is Anel. Wat lach je nou uit? Ik soort woordgrapjes te bedenken. En zeg het maar, doe hem. Gooi hem. Nee! Jij zei, I'm into women. Toen zei hij, we found something in common then. Because he's also into women. No shit! Calvin! Hey! Dat je dat nog zou moeten vragen, kan niet anders als jij dat doet. Wow, Calvin man, je maakt de naam ten schande. Je kan niet Calvin zijn en dan dit zeggen. Aan de andere kant, jij begon over twerken, dus jij begon over twerken. Jij begon over twerken. Jij maakt dat de rechter maar wijs. Jultje, wat is je ultieme doel? Even als, zeg maar als broer en zus naar elkaar toe. Ja. Wat is je ultieme doel met nader? Ik vraag me dat al een paar jaar af. Ik denk, ja, je loopt de hele tijd met nader. Nee, maar serieus. Je loopt met nader. Ja. Ben je de hele tijd. Mm-hmm. En loop je de hele tijd te appen. Een beetje te kletsen en zo. Maar het is nooit echt dat je... Het is nooit officieel met nader. Nee, we zitten een beetje... Kies even. Wil je hem of wil je hem niet? Laat nog eens wat zien. Ja, we kunnen mee door. Hij is dokter! Echt? Hij is dokter! Nou, oh, anders! Sowieso! Leuke! Hey, je hebt een nieuw match! Ja! Brian! Wie de fuck is Brian? Die heb ik geliked, man. Hallo, dat is toch een vette gast. Hij is 25! Je bent... Comedy!
Oké, goh, dat valt vies tegen, hè? Maar ik val reuze mee als je me leert kennen. Oké. Josje Tieleman, ga je voor Nader, je vriend vanaf het begin? Ja. Je mattie sinds het begin der tijden? De gast uit Malta die jouw geboortegrafjes niet begrijpt? Of neem je toch Kelvin, de pijnlijke, smerige man die wil dat je gaat twerken, maar eigenlijk niet zo smerig is en jou gaat bewijzen dat dat niet zo is? Je hebt 3 seconden om na te denken. Ik denk niet dat het gaat werken tussen iemand die echt volledig Engels praat, tenzij die echt... is. Maar dat is, dus je gaat voor Kelvin. Power. Maar ja, dat is wel weer zo'n standaard. Hey. Power to the Kelvins. Hoezo is dat nou weer standaard? Ja, het is gewoon zo, waarschijnlijk zo'n basic Nederlands ventje die we gewoon... Basic Nederlands ventje? Wat is er mis met basic Nederlands ventjes? Nee, daar is niks mis mee. Jawel, waarom? Ja, dat weet ik niet. Oké, dus dan moet je nu officieel hem ten huwelijk vragen. Jultje vraagt Kelvin even ten huwelijk. Ring alert, go. Jultje trouwt met Kelvin. Echt? Wow. Nee, what the fuck? Dat is een vraag. Nee, oh. Ik maak nu al 3 jaar dit Tinder-programma. Met alle mensen die achter de schermen meewerken aan het programma. Hij doet vast. Je stelt ze allemaal teleur. Ja. Stelt ze allemaal teleur. Je moet minimaal... Mijn familie ook. Mijn school ook. Hey, eigenlijk vrijwel iedereen. Ja. Als slotstuk. Wat denk je dat Kelvin gaat reageren? Zegt hij A. Ja hoor, tuurlijk. Waar gaan we trouwen? Antwoord B. Fuck jou, biatch. Biatch! Of C. Lol, de jongen naast je heet ook Kelvin. Ik denk C. Denk je C? Oké, laten we in spanning afwachten. Ik kan dat niet met. Wat was dat? Vrongeroffel. Maar heeft je bericht gelijk? Oh nee, dames en heren. Maar dat zit er dus tussenin. Nee, maar hij gaat nog wat zeggen. Oh, ik, wat zegt hij? Nu je Heidrecht citeert, kan ik niks anders. Wat? Wat? Of nee, toch niet? Ben je nou zo'n pauperdom of... Oh, Heidrich is die gast van oh nee, toch niet. Oh. Dat is die Hij is wel een slimme guy, op zich wel een slimme guy. Ja, maar weet je wat het is? Mijn vrienden praten altijd zo. Dus vandaar dat ik het heb, maar ik weet niet van wie dat is. Weet je wat het is? Hij heeft ja gezegd. Ik presenteer met trots. Jultje Tieleman stapt officieel het huwelijksbootje in. Met Kelvin. Kijken, abonneer op mij. Ik hou van jullie. Volg Jultje ook op Instagram. Love! Nee. En nu echt. Ah! Dankjewel! Ik ga je zweetknuffel geven.